dat was erg leuk. Is het nu echt wel te zeggen dat het een boost is voor je carrière? Nou, het is heel kort geleden, dus ik heb nog geen idee. Maar het is, ja, het kan. Kijk, je zet je nummer en jezelf voor een groot publiek gewoon in de kijker. En ja, je weet niet wat daar uitkomt. Als de mensen het helemaal niks vinden, dan komt daar waarschijnlijk niks uit. En als ze het leuk vinden, dan wellicht wel. Het is even af te wachten. Hij komt 19 maart komt hij uit, die single. Dus we gaan het meemaken. Dat we dat even weten, 19 maart. Inderdaad, ja. Reunion, terechte winnaar. Nou, ik vond het sowieso, waren het hele leuke jongens. Ik heb echt ontzettend, ik zat met ze op een kleedkamer tijdens de finale. Dus we hebben heel erg gelachen en het dus was heel erg gezellig. Ik gun het ze zeker. Maar... En ik vind het nummer ook heel erg leuk. Ik zelf had in principe, ik dacht dat Judith ging winnen. Yeah. Omdat, die is op een of andere manier, maar misschien is omdat haar achtergrond, omdat ik die dan ken, is zij wat geloofwaardiger. Ja, denk ja. ik dat zij zo overkomt. Zij komt iets serieuzer over. Maar ik denk dat die charme van die jongens zou ook heel goed kunnen scoren daar. Ik hoop het. Ik bedoel, het liedje is goed genoeg en ze Had zingen ook goed genoeg. Had je zelf niet ontzettend graag willen winnen? Ja, natuurlijk wil je wel winnen. Alleen, ja. ik heb nooit gedacht, nou, ik ga hier even het Songfestival winnen. Want daar is het gewoon eigenlijk het nummer niet naar. Het is al heel erg ver gekomen, maar als je ziet 1, 2 en 3, dat waren drie rustige nummers, ja. ballads, gewoon mooie liedjes. En voor mij, ik vind het ook wel een mooi liedje. Ja, je hebt je lekker neergezet. Het is wat heftiger, het is wat meer pop, rock, het is wat drukker. En je hebt je lekker neergezet. Normaal gesproken gaat het Songfestival publiek daar niet echt voor. En nu, ja, het weet viel je, weet me Weet je waar ik zo vreselijk om moest lachen? Ik zat thuis op de bank en ik denk, oké, Charlie Luske, vanaf zijn 12e jaar klassieke zanglessen, hè? Eén jaartje maar, hoor. Oh, één jaartje. Ja, nou ja, op je 12e. Ja, desalniettemin, niet te min. De techniek zit erin, van jongs af aan al. Ja. En jij zet daar ineens zo'n hele hoge noot neer. Had je zoiets van, zo, wat Reunion kan ik ook, of niet? Nou, nee, kijk. Laat het even zien. Het is in de eerste voorronde. Ik was ook als eerste en daar had je, ja, ik deed gewoon mijn nummer zoals ik dat dan ook had ingezongen. En verder niet zoveel poespas eromheen. En toen waren we op een gegeven moment tijdens de repetities voor de tweede keer, dus de herkansing, waren we een beetje aan het oefenen. En aan het geinen. En ik zat op een gegeven moment, die mensen zaten allemaal bezig. Ik denk, nou, wow. En ineens heel hoog dat ding. Maar dat kwam zo, iedereen had echt zoiets van, die moet je doen. Ja, dat schaaf, dat moet je doen. En te gek. Ik denk, nou, ik weet niet of ik dat ze meteen live en met al die dingen. Als die misgaat namelijk, het is het begin van het nummer. Ja, dan kan je wel gewoon naar huis gaan. Dan is het gewoon klaar. Als het vals gaat. Dus ik had zoiets van, nou ja, als ik het niet doe, dan... Ja. Als hij goed gaat, ik doe hem en dan gaat goed, dan heb je een grote kans dat je dan doorgaat. Dat is een goed shock-effect. Wij gaan even naar een stukje kijken van je optreden tijdens het Nationale Songfestival. You wish you didn't know. Wish you never had her. Now she'll never let you go. Nou, hij mag door blijven gaan, hoor. Maar ik wil ook nog heel graag met jou verder praten. Dus we draaien hem even weg. Oké. Je hebt de tekst zelf geschreven, muziek zelf geschreven. Je bent met een album bezig waarvoor je ook tekst en muziek allemaal zelf geschreven hebt. Ja, samen met Ellen Michael hebben we gewoon alles samen gedaan, zeg maar. Waar moet een goede tekst aan voldoen, volgens jou? Nou, dat is een hele goede vraag. Waar moet een goede tekst aan voldoen? Nou ja, kijk, het is heel moeilijk. Je kan zeggen, het moet uit jezelf komen en je moet het voelen en bla bla. Maar dat is bullshit, want sommige teksten, zoals Kabouter Plop lied, dat komt, als dat uit iemand komt die dat echt voelt, dan moet hij echt naar een psychiater. Dus dat is gewoon niet waar. Maar dat is wel een knijter van een hit. En, je hebt ook nummers die ontzettend uit gevoel komen. Maar als jij zegt, ik noem het iets raars, ik heb een fetish met sokken of wat dan ook, dat wil ook niemand dat horen. Dat zou uit jezelf kunnen komen. Dat bedoel ik, het diepste gevoel van iemand, dat moet je misschien niet altijd op papier zetten. Dus ik denk niet dat er een leidraad is, weet je, dat je kan zeggen dat of dat. Het moet mensen pakken, dat wel. Jij hebt ooit in een musical gespeeld, boyband. Je gaat nu weer in een musical spelen. Ja. Love Me Just A Little Bit More. Ja, klopt. Het vrouwtje de Bot, Linda Wagenmakers. Ja. Zijn de repetities al begonnen? Nee, we gaan zo rond juni gaan we met repetities beginnen. Juni, juli. Het is nog eventjes weg. Ja. En, maar ik heb er wel zin in. Het lijkt me hartstikke, hartstikke leuk. Het verhaal gaat, het is een romantische hit, comedy, zeg maar. Jaren 80. Een beetje in de stijl van Ferris Bueller's Day Off. Mm-hmm. Dus... Het is een leuk verhaal, heel veel grappen, leuk. Dus, en met alle nummers van de Dolly Dots, hè? Ja, het verhaal wordt een beetje verteld aan de hand van de liedjes van de Dolly Dots. Dus het heeft in principe niks met de Dolly Dots te maken. Behalve dat hun nummers het verhaal
een beetje vertellen ook, mede. Dus dat is wel hartstikke leuk. Kom je dan weer hier zitten? Ja, graag, hè? Maar je blijft voorlopig nog even. Ik blijf Je hebt even. Met Tanja Jess een zoontje, Billy, van 9,5 maanden oud. Uh-huh. Hoe voed jij Billy op? Heel goed. Nee, hoe voed ik hem op? Ja, we hebben wel iets van tevoren een beetje gelezen en wat dingen, omdat ik natuurlijk best wel jong was en ben. En gewoon, ik had daar nooit echt over nagedacht van, nou, dat ga ik zo doen of zo. Dus we hebben er een tijdje over gesproken en we zaten best wel op één lijn. Ja. Dus de tik, als we het dan hebben over de corrigerende tik, mag niet meer van minister Donner. Wat vind jij ervan? Nee, vind ik ook niet goed. Ook niet goed? Nee, nou ja, kijk, je kan wel als het een baby is, moet je sowieso er vanaf blijven. Ja. Maar stel dat het 3-4 jaar is, zo'n kind, en daar blijft maar iets pakken. En het praten helpt niet, behalve, ik bedoel, dat is een normaal kind, dus niet een of andere. Nee. Dan moet je misschien op een gegeven moment, dan kan je op zijn vingers kan je zeggen, dat mag niet. Maar zodra je dat met je handen doet, ja, dan heeft hij misschien, als je dan zo met je hand doet, schrikt hij de volgende keer. En dat zou ik heel erg vinden. Dus dan, ja, ik weet het niet. Als het doorgedacht. Ja, als het heel erg is wat zo'n kind doet, dan... Ja, misschien moet je dan, weet ik veel, sluit hem op of zo even een uurtje of zoiets, maar... Goed doorgedacht. Wij hebben dezezelfde vraag namelijk ook aan jullie gesteld op straat. Nou, mijn vader die haalde wel eens de broekriem los en dan kregen we wel eens een fikse tik mee. Teach your children well. Af en toe een tik hebben ze wel nodig, maar van hun eigen ouders. Ik sluit. Tikje van het billetje, maar voor de rest geen... Ik ga toch dan bij mezelf denken of ik dat leuk vond vroeger. En dat vond ik dus niet. Heel klein tikje. Dan weet hij waar hij aan toe is. Zo ben ik zelf groot geworden en zo zijn mijn kinderen ook groot geworden. Je hebt verschil tussen je kind een tik geven en in elkaar slaan, zou ik maar zeggen. Als je het goed doet, is het niet nodig. Volgens mij, als je eenmaal begint met het geven van een tik en je bent boos, dan ga je misschien een beetje te ver. Dus ik heb zoiets van, noem maar helemaal niet. Dan kan het nooit misgaan. Ik heb het wel bij de hand gehad, een stoptrixen met het kop onder de koude kraan. Dat helpt ook. Ik heb er één keer een tik gegeven en dat was 's ochtends. En ik had de dag daarna, 's avonds lag ik in mijn bed, lag ik er nog over na te denken van, wat heb ik gedaan? Kijk, als iemand een keer zo'n klapje geeft van, nou, moet je luisteren naar mij, bovenklaar. Dat als je iemand een stokje geeft of zo, kijk, dan moet hij helemaal naar vrouwen doen. Wanneer het echt op mishandelen gaat lijken, dan gaat het te ver. Ik zou het niet fijn vinden als hij het zou, als het een wet wordt. En als hij dan een kind met een tik geeft, dat je daar dan voor een boete voor krijgt of opgepakt wordt of meteen een mishandelende ouder bent. Ik vind niet dat het strafbaar moet worden. Ik vind, ik heb een mond en daar moet het ook mee kunnen. Wij gaan hier nog even over doorpraten. Sanderijn van der Doef is inmiddels aangeschoven. Maar Charlie, voordat mensen jou verkeerd zouden kunnen begrijpen, sluit op, bedoel je iets anders? Nou, ik bedoel opsluiten gewoon in een grote donkere kerker. Met, nee, ja, ik bedoel natuurlijk gewoon naar zijn kamer sturen of haar kamer. En dan gewoon even afkoelen. Ja. Ja. Sanderijn, welkom. Ja, wil jij hier nog even iets over zeggen? Nou, de corrigerende tik. De corrigerende tik. Ik ben er ook tegen. Maar ik weet wel dat het gebeurt. Ja. En dat het soms ook eerder gebeurt dan je er erg in hebt. En dat je er tegen kunt zijn. En dat je het dan toch op een gegeven moment toch doet. Ja. Dat kan. Ja. Wij gaan het hebben. Misschien dat wij dit een keer als onderwerp kunnen hebben. Toch in aperitief. Ja. Wij hebben het nu over mannen zijn bang voor sterke vrouwen. In Nederland ligt de gemiddelde leeftijd wat betreft het krijgen van kinderen bij de vrouwen op 29 jaar. Ja, het hoogste, van Europa. Van Europa. Dan denk ik, onze stelling is misschien daar debet aan. Snap je dan wat ik bedoel? ik denk dat je bedoelt, vrouwen wachten langer. Ja. Tot ze maken carrière en mannen zijn bang voor die carrière, vrouwen. Ja. Nou ja, je hebt wel een beetje gelijk. Want als ze later met kinderen beginnen, hebben ze ook meer tijd om carrière te maken. En hebben ze ook meer gelegenheid om net zo hoog te komen als mannen. Ja. En dat vinden niet alle mannen leuk, nee. 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 Want mannen, niet alle mannen kunnen omgaan met vrouwen die hun eigen boontjes kunnen doppen. Die zeggen van, nee schat, zo werkt het niet. Wij gaan dat nu eens even heel anders doen. Ja. Ja. Nou, weet je wat het punt is? Ik weet niet of mannen nou echt ook bang zijn voor sterke vrouwen. Maar veel wat ik merk in ieder geval is dat veel mannen ervan in de war raken. Dat ze niet zo goed meer weten wat ze nou... hoe ze zelf moeten zijn. Moeten ze nou zelf ook sterk zijn? Of moeten ze dan juist zwak zijn?
en afhankelijk zijn tegenover zo'n sterke vrouw. De rolpatronen en de rollen zijn niet meer zo duidelijk voor een aantal mannen. He, vroeger was het gewoon heel duidelijk verdeeld. Mannen, vrouwen en vrouwen stonden in de keuken achter het aanrecht. Afhankelijk, mannen, de baas, deden het werk. De jagers. En waren de baas in huis en dominant. En zeiden tegen de vrouw wat ze moest doen. En die rollen zijn natuurlijk nu helemaal, ja. Nou, ik wil niet zeggen omgedraaid, maar wel veranderd. Ja. Charlie, als ik dan naar jullie relatie kijk, naar Tanja kijk, die heeft ook hier een keer gezeten bij Aperitivo. Een sterke vrouw, ja. Weet wat ze wil. Ja. Ja. Had jij daar moeite mee in het begin? Niet met dat aspect van, ik ben niet zo uit die tijd dat mannen echt, weet je, de baas en al dat soort dingen. En zo ben ik niet helemaal opgevoed. Dus ik vind het best als een vrouw geld verdient en dat jij thuis blijft. Ik heb altijd gezegd, als zij echt een hele goede baan heeft en het is kiezen, zij of ik, en ik heb geen goede baan. Ja, nou ja, dan zij maar. Weet je wel? Ik bedoel, dat als je kinderen hebt, dan is dat gewoon het belangrijkste. En dan heb je gewoon maar even pech, zo zie ik het dan. Maar ik heb met haar niet zoiets gehad van... Maar dan ben je dus afhankelijk van haar. Nou, je moet natuurlijk wel goede afspraken maken. Kijk, het is dan wel zo dat je... Je kan dan niet zeggen, jij doet 50% van de boodschappen en jij ook. Of jij doet 50% van de huur en jij ook. Ja. Dan moet die verdeling is ook anders. Ja. Ik bedoel, als zij dan het voordeel heeft van kunnen werken en carrière maken, moet zij ook de lasten dragen. En dat is dan voor mannen is dat andersom is dat ook zo. Kijk, het moet altijd in verhouding blijven. En dan is er, wat mij betreft, is er geen probleem. Wij gaan even kijken naar de internetuitslag. Jullie mening, mannen zijn bang voor sterke vrouwen. Kijk eens even, 72%. Is het daarmee eens, Sanderijn? Ja, 72%. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Ja, zouden dat allemaal sterke vrouwen zijn dan misschien? Ja, dat zou je bijna kunnen gaan denken. Die ook alleen zitten, wellicht. Die geen man hebben, zo denk ik er altijd maar. Nou, of wel een man, ja. Maar zien dat die wel erg heel hard zijn. Niets te vertellen. Nee. De serie die Mars en Venus boeken, nou, die kennen we vrijwel allemaal, toch? Om onze relatie een beetje op te peppen. Die gaan over de rollenpatronen tussen mannen en vrouwen. Hè? Hoe ze met elkaar omgaan. Maar die lijken heel erg terug te grijpen naar het oude oerpatroon. En mijn vraag straks is aan Sanderijn en aan Charlie of we daadwerkelijk terug moeten gaan naar dat oeroude patroon. Aperitivo, tot zo. Het is een kastanjepofpan. Om kastanjes te poffen. Voor iedereen die geen topkok is, is er elke week ons gratis receptenboekje. Lekker eten zonder fratsen. Geen fratsen, dat scheelt. C1000. DA doet je goed. I like to ride my bicycle with you on a handlebar. You laugh and run away. Lay's Cream and Onion. Veel te lekker om aardig te blijven. DA doet je goed. Deze week met Fructis, shampoo en styling. 3 halen, 2 betalen, plus extra Mamma Mia spaarpunt. Maak kennis met meneer A en meneer B. Meneer A is niet zo vrolijk, maar meneer B juist wel. Meneer A heeft bij zijn eigen bank een lening afgesloten. Meneer B heeft dat via postkrediet gedaan. En omdat lenen via postkrediet veel goedkoper is, betaalt meneer B per maand veel minder. Wilt u ook veel minder betalen? Bel dan nu met postkrediet en profiteer van onze allerlaagste leenrentes.
Als u nu een lening afsluit, krijgt u gratis een Philips Home Cinema Set. Bel 0900 0989 of kijk op postkrediet.nl. Vraag naar de voorwaarden. Alles was zo makkelijk hier, hè? De mensen kwamen hier alleen maar binnen als ze moesten. Maar niemand hield van die bleekgeur. Ja, hallo, het is hier geen bibliotheek. Sinds ik die nieuwe Glorix bleek met geur ben gaan gebruiken, klaagt dus helemaal niemand meer. Ze zeggen allemaal, heb je een nieuwe parfum, Sophie? De hygiëne van Glorix. Nu ook met een lekkere geur. De waarheid over het vuurmeisje wordt door bijna alle familieleden tegelijkertijd ontdekt. Maar wie is er als eerste bij de notaris? We kunnen elkaar helpen. Wat kom jij doen? Jou een voorstel doen. Roof! We kunnen als eerste zijn, maar dan moeten we wel nu gaan. Ik weet dat je het met mijn broertje doet, maar na je mij ook? Ik weet het volgens mij. Jij bent hier een loser. Een dramatische familiestrijd. Gefeliciteerd. De erfenis. Maandag om 8:30. Een extravagante aflevering van De 10. Peter van der Vorst gaat op stap met Fabiola en bezoekt Dennis Rodman. So you earn $10,000 to go to a party? Yes. Wow! Shall I come? When you grow up as I did in front of 100 million people since the age of 5, you're automatically different. De 10 meest extravagante beroemdheden aller tijden. Maandag om 9:30, RTL 4. Het is een vrije geest. Welkom terug bij Aperitivo allemaal. Vandaag zijn Charlie Luske en Sandrijn van der Doef mijn gast. En ik praat met hen over de stelling: mannen zijn bang voor sterke vrouwen. Nou, en dat was nogal een percentage. Wat zijn dat voor types die op sterke vrouwen vallen? Ja, dat is niet echt in één duidelijk antwoord over te geven. Wat voor types? Wat voor types? Nee, volgens mij zijn het gewoon verschillende types. Je kunt namelijk hele sterke mannen hebben die ervan houden om een hele sterke vrouw naast zich te hebben, om een beetje gelijkheid in de relatie. Inderdaad. Ja. Nee, want ik zeg nu, wat voor types zijn het die op sterke vrouwen vallen? Maar je kunt ook zeggen, ook hele zwakke type, mannen hebben. Wat voor type man zijn het die met een sterke vrouw om kunnen gaan? Ja, dat is misschien ook. Kijk, anders. Ik heb hier nog wat bewaard van de vorige keer toen Tanja Jess hier was. Charlie. Oh ja, hij is mooi. Ik wil hem nog één keer laten zien. Weer een sterke vrouw boven je. Kijk, hier is Charlie. Ja. Toch ook op de foto's. Ja. Hij is mooi hoor. Oh, dank je. Wist jij meteen wat voor vlees je in de kuip had toen je Tanja voor het eerst zag? Nee. Nee, dat wist ik niet meteen. Nee. Maar nou ja, kijk, je verwacht, ik bedoel, weet je wel, dat ze wel carrière gericht is. Dus dat ze niet heel makkelijk zegt van, nou ja, ik ga wel eventjes thuis het hele huis doen. Dan, ja, maar dat is ook niet. Ja, ik ben meer het type man die wel een sterke vrouw nodig heeft. Want anders dan was ik er zo overheen. En dan, ja, dat kan wel leuk zijn, maar dan voor een paar maanden of zo. En dan heb je geen, hoe noem je dat? Krijg je geen feedback. Ja, je krijgt geen feedback en je moet een beetje tegensputteren, weet je wel. Het moet wel een beetje tegen elkaar opgewassen zijn. Want anders, ja, dan is er dus één de baas en de ander niet. Dan krijg je altijd die scheve verhoudingen. Ja, ja, ik vind niks. Ben ik dus helemaal mee eens. Ik vind dat er zoveel mogelijk gelijkheid moet zijn. Ja. Je moet tegen elkaar op kunnen. Als dat niet het geval is, dan krijg je een hele scheve verhouding. Ja. En dat gaat bijna altijd fout. Dus, maar als ik dan die Mars en Venus boeken even aanhaal, ja, daar grijpen ze eigenlijk terug naar de oeroude rollenpatroon wat betreft omgang. Ja. Als een man de weg kwijt is, moet je als vrouw vooral niet zeggen, sukkel, je had linksaf moeten slaan. Dan moet je zeggen, leuk dat ik deze omgeving weer eens zie. Ja, nee, waar die Mars en Venus boeken vooral over gaan,